De minister van Onderwijs en Cultuur, de eerste week thuiswerken zit erop. We hadden het er ook al heel even over hier met de burgemeester van Amsterdam. 1,5 miljoen basisschoolleerlingen zitten thuis. Bijna 1 miljoen leerlingen in het voortgezet onderwijs. Bijna 1,2 miljoen studenten, mbo, hbo en universiteit. Dat zijn er bij elkaar 3,7 miljoen leerlingen en studenten die dus thuis zitten, die nu hun onderwijs op afstand volgen. Hoe gaat dat? Dat gaat verbazingwekkend goed. Ik had een week geleden, toen we besloten om te zeggen van, er wordt geen onderwijs meer gegeven op scholen, niet durven hopen dat zo snel op zoveel plekken onderwijs op afstand vorm zou krijgen. Dat is echt een geweldige prestatie geleverd. Meer dan 80% van de kinderen in het basisonderwijs krijgt nu onderwijs op afstand. In het hoger onderwijs was men daar al iets meer aan gewend. Daar is het nog meer. Het is voor iedereen even wennen. Ik denk dat het voor heel veel ouders ook echt een zware opgave is om dat thuis te doen. Maar er is ongelooflijk veel tot stand gebracht de afgelopen week. Druk op ouders neemt toe, zegt Zeker. U. Druk op kinderen misschien ook wel. Zeker. En wij maken ons ook best zorgen over groepen kinderen. Niet iedereen, niet alle kinderen hebben thuis de middelen om onderwijs op afstand te krijgen. En daarom heeft collega Slob ook aangekondigd dat wij gewoon devices gaan aankopen. We hebben daar 2,5 miljoen voor beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld laptops, dat soort laptops, dingen? iPads die verstrekt kunnen worden aan kinderen die dat nodig hebben. En natuurlijk hebben we ook gewoon zorgen, en daar schakelen we heel goed over, bijvoorbeeld met de grote steden, over die kinderen voor wie thuis niet altijd een hele veilige plek is. En die juist op school vaak een hele veilige plek vonden. In ieder geval daar een dag veiligheid vonden. Hoe en kunt u die kinderen helpen? Nou, daar zijn we nu dus met de grote steden en de gemeente over aan het schakelen. Want het is vaak juist lokaal. Het zijn de scholen, de gemeenten die vaak heel goed weten waar die kinderen zijn, hoe ze te vinden zijn. En daar moeten we met elkaar. Maar even heel concreet. Stel je voor, je weet van een gezin waar de situatie misschien voor een kind niet veilig is. Hoe grijp je dan op dit moment in deze omstandigheden in? Nou, we zijn bijvoorbeeld voor deze groep kinderen aan het kijken of je daar toch niet iets kunt organiseren op school of in de kinderopvang, zodat die kinderen ook gewoon een deel van de dag ergens naartoe kunnen. Hè? Als je in een gezin onder grote druk bent, bijvoorbeeld ouders met zware psychische problemen, die ook nog vaak in de steden in een kleine ruimte zitten, dan is het ook goed om te kijken van, kunnen we nou op een veilige manier organiseren dat die kinderen toch bijvoorbeeld naar de kinderopvang kunnen. Nou, we zijn daar over in gesprek. Het is echt stap voor stap, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ons dat gaat lukken. Oké. Even terug naar het onderwijs. U zegt, er is een enorme slag gemaakt. Ja. 80% van de basisschoolleerlingen krijgt onderwijs op afstand. Lukt het ook om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen? Nou, dat is een enorme opgave. Wat we wel gezegd hebben, kijk, we moeten ook ervoor zorgen dat deze generatie die dit meemaakt ook wel gewoon een diploma heeft straks, wat net zoveel waard heeft als het diploma van kinderen die dat vorig jaar hebben gehaald. Dus dat betekent dat we in het voortgezet onderwijs de examens gaan doorzetten. Dat zal op een iets andere manier moeten. Dat zal misschien stap voor stap moeten. We hebben daar drie tijdvakken voor, heet dat. Dat ze meer ruimte geven om dat in stukken te doen. Gaan we komende week ook weer met alle betrokkenen over in gesprek. Ik zie bijvoorbeeld in het mbo, daar beginnen we nu ook gewoon aan de examens. Maar bijvoorbeeld een deel van de praktijkexamens kan niet. Nee. Studenten kunnen hun stage, die vaak daar essentieel is om een vak goed onder de knie te krijgen, niet doen. Nee. Daar hebben we ook gezegd, daar krijg je dan meer tijd voor. En ik heb met het mbo en het hoger onderwijs afgesproken dat bijvoorbeeld mbo-leerlingen die er bijna zijn qua examen, maar toch nog even meer tijd nodig hebben voor die praktijkexamens, gewoon al volgend jaar aan het hbo kunnen beginnen en dan tot 31 december de tijd krijgen om die praktijkvakken af te ronden. Het is vallen en opstaan, het is improviseren met maatregelen, snap ik heel goed. Tegelijkertijd, toch wil je graag natuurlijk dat die diploma's op een gegeven moment dezelfde kwaliteit hebben, dezelfde waarborgen dat die daarvoor gelden als nu. Is het mogelijk met dit onderwijs op afstand, wat we nu al relatief kort kennen voor de grootste deel van het onderwijs, is het mogelijk om de kwaliteit te handhaven? Dat hopen we. En het is natuurlijk, het is op heel veel plekken heel anders. En,
Maar we proberen dat wel zoveel mogelijk te doen. Ik hoorde van de week ook mensen zeggen van, ach, laat die examens nou maar zitten. Geef al die kinderen gewoon een diploma. Maar dat is nou juist wat je, denk ik, kinderen niet moet aandoen. Omdat je dan toch altijd die groep blijft die niet echt dat diploma ten volle heeft gehaald. Nou, toch eventjes, we zagen een brief van uw ministerie aan de schoolbesturen, ja, in primair voortgezet onderwijs. Ging onder meer over de bekostiging van deze hele nieuwe situatie en van dat onderwijs op afstand. En in die brief schrijft u, wees realistisch. Natuurlijk gaat lesgeven in deze omstandigheden minder goed dan onder normale omstandigheden. Moeten we dan niet gewoon vaststellen dat de kwaliteit eronder zal lijden? Het is in ieder geval een andere kwaliteit die we nu hebben. Maar wat we proberen te doen is, en het is echt stap voor stap. En het zal in sommige gevallen ook bijvoorbeeld leiden tot wat vertraging. We zullen ook straks moeten kijken wat kunnen we in de zomer bieden om leerlingen net dat extra's te bieden. Ik zie ook mooie initiatieven ontstaan van studenten die scholieren gaan helpen. Mm-hmm. Het is in deze tijd voor iedereen improviseren. Maar wat ik zie in het onderwijs en wat ik ook deze week ook proef bij iedereen in het onderwijs en de gesprekken die wij voeren, het is echt met elkaar schouder aan schouder om zoveel mogelijk overeind te houden, onderwijs te blijven geven en inderdaad die kwaliteit te blijven leveren. Maar het is, we kunnen dat nog nu niet zeggen, we zijn een week bezig. Nee, dat begrijp ik, maar goed, wat u zegt is er zijn allerlei initiatieven, schouder aan schouder, dat is natuurlijk heel erg mooi. U had het even over de eindexamens. Ja. Ja, die beginnen, als ik het goed heb, op 3 mei hè, voor het voortgezet onderwijs. Is het denkbaar dat dat uitgesteld wordt? Nou ja, we hebben sowieso, de examens altijd 3 mei. Dan heb je nog in juni herkansen en in augustus. En we kijken van, is er mogelijkheid om dat meer te spreiden? En wat je nu ook ziet, er is geen onderwijs in de scholen. Je kunt daar ook gewoon leerlingen dus ook spreiden. Maar we zullen echt nog met elkaar in die gesprekken, dat gaan we echt komende week doen. We moeten kijken van hoe bereid je nou leerlingen echt goed voor. Nou, u heeft het over spreiden van naar juni, naar juli. Hè? De momenten waarop normaal de herexamens en dergelijke zijn. Maar goed, zoals het er nu uitziet, is deze crisis dan nog niet voorbij. Hè? Allerlei dingen die dan plaatsvinden, grote evenementen, worden nu al afgelast. Dus toch nog even die vraag. Stel je voor dat de situatie nog zo nijpend is als die over een paar maanden. Is het dan denkbaar dat die examens toch uitgesteld worden? Er is heel veel wat we nog niet weten. En het is ook heel moeilijk om nu te gaan speculeren over wat doen we dan. We doen nu, met de wetenschap van nu, proberen we dat zo goed mogelijk te doen. En als het over 2 weken of over 3 weken blijkt weer anders te zijn, dan zullen we dan ook weer moeten kijken van wat is er mogelijk. Maar met de mogelijkheden die we nu hebben, doet iedereen zijn stinkende best om het zo goed mogelijk te doen. Ik wil het graag met u even hebben over de culturele sector. Ja. Niet onbelangrijk. Ligt volledig plat. Toneel, popconcerten, opera. Iedereen die daar werkzaam was, die zit thuis nu zonder inkomen. Nul werk, nul inkomen. Hoeveel loopt de cultuursector in zijn geheel mis aan inkomsten? Weet u dat? Ja, dat is heel, heel veel. Dat wordt geschat op 60 tot 100 miljoen per week. 60 tot 100 miljoen per week? Aan omzetten. Dat is dan de culturele sector breed. Dus gesubsidieerde en de commerciële sector. Maar dat is veel. En ook daar proberen we zo goed mogelijk de nood te lenigen. Het economisch pakket, zoals dat heet, wat het kabinet deze week heeft afgekondigd, daar zit natuurlijk ook bijvoorbeeld voor alle ZZP'ers in de culturele sector. En dat zijn er veel. 60% in de culturele sector is ZZP'er. Maar die inkomensmaatregelen gelden ook voor die sector. Mm-hmm. Ook bijvoorbeeld de maatregelen van collega Koolmees als het gaat om deeltijdwerk en het doorbetalen van lonen. Ja. Ook dat geldt in die. Ook daar wordt alles op alles gezet. Zeker. Om zo snel mogelijk tot uitvoering van die nieuwe maatregelen te komen. Ja. Zonder al te veel rondslomp. Daarnaast heb ik gezegd van kijk, en dat hebben daar hebben de steden zich ook bij aangesloten. Alle subsidies laten we gewoon doorlopen. Omdat dan hou je toch ook die geldstroom op gang, waardoor gewoon de ergste nood gelenigd kan worden. Ja. En we gaan ook straks niet zitten kijken van, zijn de prestaties die daar normaal voor geleverd moeten worden, zijn die ook allemaal geleverd? We snappen dat dat niet kan. En ik ben ook samen met
de Rijksgebouwendienst, maar ook weer met de gemeente aan het kijken, kunnen we voor culturele instellingen huren ook vaak een gebouw, bijvoorbeeld van de Rijksoverheid of van de gemeente, kunnen we kijken of die huren wat opgeschort kunnen worden. Het is nog een hele puzzel hoe dat moet, maar dan zijn we druk aan het werk, omdat dat kan allemaal lucht bieden. Maar kunnen we nu zeggen van Rijksinstellingen in de culturele sector, daarvan zegt u, die huren die worden opgeschort. Dat zijn een heleboel musea. Ik ben bezig om dat uit te zoeken hoe dat moet, maar het is wel mijn intentie om dat te doen, omdat wat ik wil voorkomen is dat er instellingen omvallen. Kijk, we moeten ook realistisch zijn. Iedereen gaat hier iets van merken. Deze crisis is te groot om te kunnen zeggen, alles wordt gecompenseerd. Maar mijn inzet is erop gericht, er mag geen culturele instelling hierdoor omvallen. Nee. Maar goed, dan zegt u dus, ik ben eraan aan het werken om die huren op te schorten. U kunt nog niet zeggen, kennelijk, dat gaat me ook lukken. Nou ja, dat heeft te maken. Er moeten ook technische dingen opgelost worden. Er moeten garantiestellingen. Maar goed, dat je moet dus dat even gewoon netjes regelen. Maar als die huren opgeschort worden, dan moeten ze op enig moment wel weer betaald worden natuurlijk. Ja, en dat geldt met heel veel dingen dat we nu maatregelen nemen waar we straks zien van hoe lossen we dat dan straks op. Maar wat we zien is, gewoon instellingen hebben geen publiek, verkopen geen kaartjes. En ik zou ook mensen willen zeggen van vraag nou niet meteen het geld voor je kaartje terug. Dat geld had je toch al uitgegeven. Wees coulant. En we gaan ook daar kijken in de wetgeving. Moeten we daar meer mogelijkheden bieden? Maar dit is echt dag voor dag kijken. Wat moeten we doen om te zorgen dat die instellingen niet omvallen? En tegelijkertijd zien we ook dat er in die culturele sector hele mooie initiatieven ontstaan om toch mensen ook troost te bieden. Je ziet muziekensembles die vanuit de huiskamer iets gaan streamen. Ik zag een prachtig filmpje van het Rotterdams Philharmonisch, waar het hele orkest thuis speelt. En wat je dan tegelijkertijd kunt kijken. Ik heb gisteren met Internationaal Theater Amsterdam heel mooi kunnen aankondigen dat zij iedere dag online een verhaal uit de Decamerone gaan brengen. Dus overal initiatieven om zoveel mogelijk cultuur bij de mensen te blijven brengen. En dat is ook fantastisch hoe de sector die veerkracht laat zien. Ja. Juist in deze tijd, culturele sector, onmisbaar. Juist in deze tijd hebben we cultuur heel hard nodig. Hartelijk dank.